Namens het redactieteam van Gewerna en de bestuurder openen wij onze 12e editie natuurlijk met onze beste wensen. Wij wensen u een gezond en impactvol jaar en de nodige portie energie om de vele voorliggende uitdagingen aan te gaan. Met Boordradar willen we u daar graag bij inspireren, zoals we ook het afgelopen jaar deden rond thema's als duurzaamheid, regulering en bestuurszaken. In onze nieuwsbrief en bij de bestuurder vindt u overigens het volledige Boordradar jaaroverzicht van 2022. Vandaag hebben we het over nieuwe governance codes, een interessante fusie in Wallonië en werpen we een blik op de financiële situatie in de verenigingssector. Twee van onze buurlanden actualiseerden in december hun corporate governance code voor beursgenoteerde ondernemingen. Bij ons is Nicola Komans, Research Associate van het Gewerna Expertise Centrum voor beursgenoteerde ondernemingen. Welkom. Wat zien we in Nederland gebeuren, Nicola? Goedendag, Lisbeth. En bedankt om hier te verwelkomen in deze studio. Dus in Nederland, de zogenaamde Nederlandse monitoringcommissie heeft zich gebaseerd op een uitgebreide consultatie om haar code te actualiseren. En er komen een paar nieuwigheden. Onder andere bij de strategiebepaling moet duurzaamheid en lange termijn centraal worden, net zoals de belangen van diverse stakeholders. Daaruit volgt ook meer aandacht voor duurzaamheidsrapportering. Ook andere thema's, zoals diversiteit en inclusie, maar ook nieuwe digitale technologieën en cybersecurity, komen hoger op de agenda staan. En ook de Franse Corporate Governance Code kreeg een update. Welke accenten zien we daar? Dat klopt. In Frankrijk willen de Association Française des Entreprises Privées, dus de AFEP, en de Mouvement des Entreprises de France, de MEDEF, de taken van de Raad van Bestuur heroriënteren naar meer duurzaamheid. Hiervoor moeten bedrijven voortaan duurzame ontwikkeling echt in hun strategie inbrengen door precieze doelstellingen te bepalen om klimaatverandering tegen te gaan. Er wordt ook aanbevolen om hiervoor een gespecialiseerd comité op te richten en om remuneratie van de bestuurders te koppelen aan duurzaamheidscriteria. De Duitse code werd in de lente van vorig jaar al geactualiseerd. En misschien denken onze kijkers nu, hinken wij in België achterop? Wat gebeurt er bij ons? In België staat het concept duurzame waardecreatie al centraal in onze code 2020. En de code legt in feite de nadruk op een aantal elementen. Dus op lange termijn waardecreatie, maar ook op verantwoord gedrag op alle niveaus van de ondernemingen. En ook op volgehouden aandacht op de legitieme stakeholdersbelangen. Momenteel leggen wij ook bij Gewerna de hand aan onze studie over de manier waarop beursgenoteerde bedrijven in België het principe van duurzame waardecreatie concreet waarmaken op het terrein. En uiteindelijk, in opdracht van de commissie, werken we ook aan onze zogenaamde traditionele monitoringstudie over de naleving van de code 2020. Dus op basis van al die elementen en ook naar aanleiding van de updates van de codes in andere landen, zullen we ons zeker de vraag stellen in de commissie of de Belgische code ook aan een actualisering toe is. Oké, dankjewel Nicola. Graag gedaan. En wij volgen een en ander uiteraard op de voet op. Na een intensief proces van co-creatie en participatie in de voorbije twee jaar is de kogel door de kerk. De drie publieke investeringsmaatschappijen, Sogepa, Soalfin en SRW, fusioneren tot één positief project. Wallonie Entreprendre of WE. Je demande volontiers à notre collaborateur scientifique du Centre d'expertise PME, Arnaud Hubert, quelle était la motivation pour cette fusion? Bonjour Arnaud, bienvenue. Bonjour Lisbeth, merci. En fait, les motivations sont multiples. D'abord, c'est une volonté d'augmenter les compétences, d'augmenter la rationalité et l'efficacité de cette nouvelle institution. Ensuite, c'est une augmentation des moyens de Wallonie Entreprendre, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité d'investissement de 900 millions d'euros par an et un portefeuille d'actifs de 4,1 milliards d'euros. Mais c'est aussi un mandat plus large.
C'est-à-dire qu'en plus des missions d'investissement et de financement, Wallonie Entreprendre sera en mesure d'orienter les entreprises wallonnes dans tout ce qui concerne la transition énergétique et les normes ESG. Mmh. Je vois. Et lors d'une fusion de trois instances, nous comme Guberna, nous regardons bien sûr immédiatement la gouvernance. Qu'en est-il à ce niveau-là, Arnaud ? C'est une bonne question, Lisbeth, merci. En fait, à l'origine, les trois organismes avaient quatre administrateurs distincts. Aujourd'hui, le nouveau comité exécutif de l'Union Entreprendre comptera cinq membres. Et en fait, les membres restants des anciens organismes feront partie d'un grand comité exécutif élargi, mais qui s'éteindra de lui-même parce que les mandats ne seront pas renouvelés. Et enfin, c'est le bien connu baron Pierre Rion, ancien président de la SRIW, qui reprendra la présidence de l'Union Entreprendre pour un mandat de 7 ans. Merci Arnaud pour ces informations. Merci à toi Lisbeth. Ook de nieuwe CEO Olivier Van Rijst was zo vriendelijk een korte boodschap in te spreken. Un des effets de la fusion, c'est évidemment que le rôle de notre conseil d'administration va être renforcé en matière de détermination de la stratégie. Il faut en effet être certain de tirer tous les bénéfices de la fusion en termes de synergie et aussi en termes de meilleure articulation entre l'accompagnement et le financement. Rôle renforcé aussi pour le conseil en matière de gestion des risques. Un autre défi, c'est qu'on doit conserver notre agilité. On est maintenant une société, oui, de 250 personnes, 260 personnes même. Il faut donc plus de délégations, mais aussi plus de reporting. Et puis, dernier point, mais qui est, je dirais, transversal à l'ensemble des fonds d'investissement, il faut améliorer encore notre prise en compte des critères ESG, à la fois dans l'accompagnement des entreprises, mais aussi dans la détermination des modalités de financement. De Koning Boudewijn Stichting houdt elke twee jaar de vinger aan de pols bij zo'n 700 verenigingen. De steekproef peilt onder meer naar de algemene financiële situatie, financieringsbronnen en eventuele financiële moeilijkheden in de sector. Het gedetailleerde rapport bevat heel wat interessante inzichten. Zo leren we bijvoorbeeld dat in 2022 40% van de verenigingen hun financiële situatie zag verslechteren. 74% kan beroep doen op overheidssubsidies, die samen 58% van de totale VZW-inkomsten uitmaken. Wij beschouwen deze studie ook graag als een zoveelste herinnering aan de onmisbare rol van de Raad van Bestuur in een context van schaarse financiële en personele middelen. De Raad heeft zeker een controlerende en strategische verantwoordelijkheid. Zo kunnen bestuurders mee instaan voor een aantrekkelijk vrijwilligersbeleid of een maximale toegang tot verschillende financieringsvormen. Uit de studie blijkt dat het management vooral steun nodig heeft van de Raad van Bestuur voor digitalisering, juridische aspecten en financieel beheer. Doorgaans voelen ze zich daarin voldoende gesteund, al kan het op het vlak van digitalisering nog wat beter. Maar dat mag geen verrassing zijn. En hiermee zit de eerste aflevering van het nieuwe jaar erop. Vanavond verwachten we meer dan 600 deelnemers op het nieuwjaars-event van Guberna en Euronext. Hopelijk bent u daar één van. We kijken er in elk geval naar uit u daar te mogen begroeten. En zo kent u meteen al een topic voor onze 13e aflevering op 2 februari. Tot dan!